zijn opnieuw een herhaling van zetten. De mensheid op de aarde is echter toe aan duidelijke verandering. Duidelijke zetten die door het duister worden gezet, waardoor ze zichzelf in het licht gaan zetten. Op deze manier verraden ze zichzelf. Het licht. De strijders op de aarde. En heel het universum zijn er klaar voor. Ze zijn klaar. Klaar om de verandering te omarmen. De strijd wordt in vele landen openlijk gevoerd. In landen waar het duister zich genesteld heeft, zullen de overheden zich verzetten en in een snel tempo allerlei wetten en regels erdoorheen duwen. Het duister zal daar waar ze zich genesteld heeft niet stoppen met manipuleren en onderdrukken van de mensheid. De leugens stapelen zich op en zijn zelfs vaak openlijk ongeloofwaardig geworden. Maar die overheden zetten door. Het draait hun om macht. Hun macht. En tegelijkertijd komt Europa in verval. Europa is uit elkaar aan het vallen en de waarheid komt aan het licht. Wees gerust. De mensheid zal gered worden. De mensheid is gered. De macht gaat terugkomen bij de mensheid en de mensheid zal haar rug recht houden. Het is een strijd die openlijk wordt gevoerd. De veranderingen worden openlijk zichtbaar. En de mensen die nu niet in staat zijn om de waarheid te zien, zullen in de toekomst hoe dan ook met de verandering moeten leren omgaan. Er is geen weg meer terug. De aarde, met al haar bewoners, gaat de goede kant op. Alle kennis die nodig is om het duister in het licht te zetten, is aan de oppervlakte gekomen en wordt door alle strijders gebruikt. Echter, het duister heeft de mensheid vele, vele jaren dom gehouden. Ze heeft er alles voor gedaan en alles aangedaan om haar verbinding met zijn of haar intuïtie te doen verbreken. Er is een groep mensen die inderdaad een leven zal leiden waarbij men de weg naar zichzelf en het leven vanuit intuïtie nooit zal gaan volgen. Zij zijn er gewoonweg nog niet aan toe. Ze zullen altijd het duister blijven geloven en zij zullen niet bereid zijn om zich open te stellen voor het leven, voor een leven vanuit hoge trillingsfrequenties. Maar er is gelukkig ook een steeds grotere groep, een groter groeiende groep mensen die wel bereid is om te zien wat er door het duister wordt gedaan. Zij zullen zien dat de macht op de aarde keert en dat de macht de mensheid zal gaan dienen. Achter de schermen is dat wat het duister gedaan heeft, glashelder. Er zal daar ook heel duidelijk over geoordeeld worden. Dat wat het duister gedaan heeft, zal voor veel mensen niet helemaal zichtbaar gaan worden.
Het is de bedoeling dat de mensheid terugkeert naar haar eigen spirituele zijn. Wanneer de mens alles zou weten wat het duister gedaan heeft, raakt ze beschadigd en zal ze het leven vanuit hogere trillingen niet kunnen waarmaken. Het is net de bedoeling dat de mensen wel vanuit die hogere trillingen en vanuit haar spiritualiteit gaan leven. En daarom wordt de mensheid ook beschermd. Velen kunnen de complete waarheid gewoon niet aan. Er is voor gekozen om de complete waarheid maar aan een kleine groep mensen zichtbaar te maken. Op deze manier kan het licht de mens de weg naar haar innerlijke ik verlichten. De mensheid zal moeten veranderen. Ze zal vanuit de angstige modus mogen stappen en nieuwe mogelijkheden mogen gaan omarmen. Ze zal niet opgeven. Ze zal blijven strijden om te kunnen leven vanuit dat licht. De veranderingen zijn heftig en veel, maar worden stap voor stap zichtbaar. Regeringen zullen gaan veranderen. De financiën van de mens zal drastisch gaan veranderen ten gunste van de mens. Mooie technieken waarvan velen het bestaan niet eens afweten, keren weer terug naar de aarde. De mensheid zal opnieuw mogen gaan verbinden met de natuur. En ik, aartsengel Raziel, roep de mensheid op om zich te verenigen, om zich te verbinden, om haar rug recht te houden. De mensheid is een belangrijke schakel. De mensheid heeft de macht in handen, al ziet ze dat lang niet altijd. De wapens van het duister worden één voor één ontmanteld. De mensen zullen steeds meer gaan inzien dat de media lang niet altijd eerlijke informatie deelt. De mens zal merken dat ze door de tv en de radio gemakkelijk te manipuleren is. De wereld gaat reageren en steeds weer opnieuw komt er verandering. Schrik hier niet van. Beschouw het als een positieve verandering voor de mens. Veel rottigheid komt nog naar boven. En veel mensen zullen openlijk ook voor de gek worden gehouden. Maar jij weet beter. Jij leest tussen de regels door. Je spiegelt en je luistert precies naar dat wat er niet gezegd wordt. Neem wat tijd om je te verbinden. Neem wat tijd om je te verbinden met jezelf. Om de trillingen van angst los te laten. Laat ze verdwijnen. En neem wat tijd om het vertrouwen in jezelf te herstellen. Het vertrouwen op en in je eigen intuïtie mag je laten groeien. Je mag daar tijd voor nemen. Want jij bent een mooi mens. Je bent een prachtig lichtwezen. Laat jouw licht het pad van jezelf en van hen waarbij het lichtje bijna gedoofd is, verlichten. Want de wereld is mooi. En het leven op de aarde gaat mooier worden. De oorlog tussen het duister en het licht kan alleen maar door het licht overwonnen worden. De sluier met nieuwe informatie zal steeds weer worden opgelicht. Dit zal in stappen gebeuren, maar het zal elkaar sneller gaan opvolgen. Dit is de boodschap van aartsengel Raziel. Hij heeft me gevraagd om deze op te schrijven en om ze aan jou voor te lezen.
Pik uit zijn boodschap dat stukje wat met jou resoneert. Opnieuw, net als de boodschap van de engelen die past bij de energie van deze week, ga voelen. Voel bij jezelf waar jij mee resoneert. Ieder mens is verschillend en dat is helemaal prima. Maar we gaan de goede kant op en dat is belangrijk. En ja, we gaan nog veel rottigheid meemaken. Maar weet je, het is vaak heel voorspelbaar geworden. Het zijn herhalingen van zetten. Kijk om je heen. Kijk eens naar andere landen. Wat gebeurt daar nou werkelijk? En ga je informatie zoeken op een manier die je dus niet via het journaal vindt. Ga zelf op zoek. Je bent creatief genoeg. Je hebt genoeg ideeën om aan informatie te komen. Ga op zoek naar de informatie. Ga kijken wat er in de wereld gebeurt. Je zult zien, je zult verbaasd zijn in hoeveel landen er al allemaal mensen, massa's op zijn gestaan. Hoe zij aan het strijden zijn voor hun recht, voor hun vrijheid. Wij zijn niet alleen. Dit speelt, die oorlog tussen duister en licht, speelt over heel de aarde. Niet alleen in ons kikkerlandje. Zo werkt het niet. Ga op zoek naar die informatie. Kijk wat het met je doet. En heb dan ook vertrouwen. En zie dan dat de zetten steeds herhaald worden. Dat wat hier in een bepaald stramien gebeurt, overhip, dat gebeurt hier ook in hetzelfde stramien. Dat wat men hier heeft besloten, verhip, dat gaat ze hier ook doen. Het zijn herhalingen van zetten. Ze worden voorspelbaar. Het duister leeft niet vanuit hoge trillingen. Het duister bezit bitter weinig creativiteit. Het zijn herhalen van zetten. Maar jij niet. Jij bent creatief. Je bent vrij. Al hebben we dat niet altijd in de gaten. Kies ervoor om te leven vanuit hoge trillingen. Doe jezelf dat plezier. Weet je niet goed wat het verschil is tussen hoge trillingen en lage trillingen? Ga daar eens naar op zoek. Alweer op zoek, Daniël? Ja, alweer op zoek. Ik zal het je een notendopje vertellen. Lage trillingen is boosheid. Zijn gevoelens van kwaadheid, van... Hoe noem je dat als je iemand bewust iets wil terugpakken? Wraak. Van wraak. Maar ook van verdriet. En ook van, weet ik wat. Maar hoge trillingen, dat is dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor? Je kunt toch simpel oefeningen doen? Je kunt toch wel 2 keer per dag iets tegenkomen waar je dankbaar voor bent? Al is het maar piepklein. Maakt niet uit. Dankbaarheid, liefde, gelijkwaardigheid, harmonie. Balans, rust, vrede, liefde. Wat heb ik het al gezegd? Ik weet het al niet meer. Maar er is een duidelijk verschil tussen hoge trillingen en lage trillingen. En het is eenvoudig om daarmee te oefenen. En wanneer je leeft vanuit hoge trillingen, is het glas altijd half vol. En zullen we dus makkelijker met bepaalde dingen kunnen dealen. Kunnen handelen. Want we leven nou eenmaal op deze aarde. En we weten, ja, die oorlog tussen duister en licht. Ja, ze is bijna voorbij. Maar was bijna. Wat is tijd? Wie heeft dat bedacht? Ik zeg altijd, het universum kent geen tijd. We gaan gewoon dingen opvolgen. Na elkaar. Alles is energie. Dus wat straal je uit? Kijk eens hoe je dat kunt toepassen in je eigen leven. Jij bent het waard. En al vergeet je dat af en toe eens, maar je bent het echt wel waard. Dus ga leven vanuit die hoge trillingen. Doe je ogen open. Je hoeft niet in paniek te raken. Nou, heel veel dingen zijn echt niet leuk als je echt ziet wat er gaande is in de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat je de moed moet laten zakken. Nee. Ik zeg maar altijd zo, die werkt met het licht ontmoet de duisternis. Als jij niet weet wat de duisternis is, zul je ook nooit weten hoe waardevol het licht kan zijn. Dus maak er het beste van. Laat je niet klein krijgen, joh. Laat die drama daar waar ze thuis hoort. Ik heb er toch geen invloed op wat men overal maar denkt te moeten beslissen. Nou, dan laat ik hem maar los. Ik heb wel invloed op wat ik hier doe.
Ik heb invloed op de mensen die ik mag behandelen in mijn praktijk. Daar heb ik invloed op. Ik heb invloed op mezelf en hoe ik in het leven sta. Ik wens jou in elk geval een hele mooie week toe. Resoneer met wat Raziel te vertellen heeft. Kijk wat het met je doet. Laat een berichtje achter. Dan kan ik het liken of misschien heb ik tijd genoeg om erop te reageren zelfs. Maar in elk geval, doe er iets mee. Ik wens je een hele mooie week toe en ik zie je heel graag volgende week weer terug. Tot ziens!